maar in Nederland, regeren Nederland moet gewoon dat economisch belang altijd boven het sociaal belang gesteld. Het wordt nu gewoon op de voeten getreden. Ondernemers kunnen nergens van op gaan zo. Opeens sociaal belang boven speculatie en boven economisch belang gesteld. Maar wij worden een soort van het Blijburg van het Polderweggebied. Ja, ja, dan mogen wij zeker over 10 jaar die veel duurdere prijs voor dit pand betalen. Wij willen het ontwikkelen. Mensen willen hier wonen omdat wij hier zitten. Mensen willen hier wonen omdat wij hier zitten. Wij geven jullie een ambtenaarcontract en als het veel geld gewaard is geworden, dan kan ik jullie eruit. Zo werkt het. Nee, niks. We kopen dit pand hier zo. Jongens, zo is het contract. Mensen zitten niet te wachten op de H&M. Als dit pand in waarde stijgt, is die waarde van ons. Niet van de mensen die je dingen willen ontwikkelen. Wij kopen dit pand. Nou, er zijn nu wel meer mensen in de H&M dan hier, hoor. Eigenlijk ben ik altijd... Nou, misschien een paar geweest. Alleen ja, in het centrum. Maar ja, niet hier. Omdat hier geen H&M is en daar wilden wij nou juist verandering aan brengen. Maar die H&M die komt er toch ook gewoon? Die komt er zeker. Gaan we zien hoeveel mensen hier in de H&M staan en hoeveel mensen bij ons. Ja, maar dat je eigenlijk hoef ik niet eens meer te praten. Het is heel duidelijk dat mijn belangen, economische belangen, mijn eindejaarsbonus en dat soort dingen, dat die gewoon... Die hebben jullie gewoon scheid aan. Hier hebben we sociaal belang, buurtcentrum en zo. Een hele economische investering die wij gedaan hebben. Kijk naar al die mensen. De prachtige ontwikkelingen die wij hier op aan het zetten zijn. Jullie bouwen al 5 jaar helemaal geen ene fuck. Jongen, we zijn het is een moeilijk ondernemersklimaat. Er zwemmen inmiddels haaien in die plas hier zo. Het is een heel moeilijk ondernemersklimaat en je maakt het er niet makkelijker op. En zo. We maken het er wel makkelijker op. Jij gaat op korte termijn belang, terwijl als je een lange termijn kijkt. Oh ja. Krakers en stadsdeels. Nou komt de aap uit de mouw. Wij gaan het samen wel even regelen. Wij hebben het al geregeld. Dus nu sta je opeens aan de kant van de burger. Ja. Ik heb laatst gehoord, ondernemers zijn ook burgers. Dat je daar... Ondernemers zijn ook burgers, maar er wordt hier weinig ondernomen. Zullen we nog wel eens zien? Het ziet er niet uit. Geef ik toe. Ja? Het ziet er niet uit. Maar echt, volgende week. We hadden plannen. Volgende week. Coffee Company, H&M, een soort van multiplex met een entertainmentcentrum, koopwoningen erboven. Prachtig. 3D, cinema. Wij weten best dat OSP-pers gaat ontwikkelen als geld kunnen verdienen. En het spijt mij ook heel erg, het spijt iedereen heel erg. Dat geld verdienen is op dit moment gewoon nog even niet aan de orde. Kijk, wij kunnen nu niet over 10 jaar en 20 geld jaar. Nu opeens wel geld verdienen. Wij verdienen ook geld. Wij verdienen ook geld. Ja. Dus als je alleen het geld gaat allemaal meteen weer terug naar de maatschappij. En niet in de zakken van jullie eindejaarsbonus. Ja, die eindejaarsbonus kan ik nu mooi vergeten. Ja, nou ja, jammer dan voor je. Ik weet niet of je weet hoe het voelt om een tweede huis te moeten onderhouden in de Alpen ergens. Ik weet niet of je dat weet. Ja, dat weet ik wel. Zwaar, jongen. Stress. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat is moeilijk. Maar zou ik mevrouw Jan het nummer geven als we een tweede huis niet meer kunnen betalen? Doe dat. Een belt ze mij maar even. Ja. Ja, ik ga meteen even vertellen wat voor klootzak die man van mag ik ook het nummer van jou, vrouw? Staat in je Blackberry. Staat in je Blackberry. Ik ga checken. Jij sms is ook gewoon. Dat zullen we jou ook gedaan. Ja. Lang geleden. Ja. Sorry, kan je even opwarmen met filmen? Waarom heet je het een meisje? Omdat dit gewoon nog steeds dat circus. Ons terrein was. Ik bedoel, Ja, maar niet meer. Nee, ik vind het gewoon portretrecht, weet je wel. Ik weet wat je gaat doen met die filmpjes. Zet je weer op die website en zo. Wordt het weer gelezen, dan krijg ik weer... In de media. Ja, dat ken ik wel. In die media. Ik heb het gehoord. Lees ik op geen stijl, lees ik dat. Ja. We zijn binnen! Kom binnen! Het zou mooi zijn als jij hem ontdekt hier, maar ik denk dat het iets te hoog gaat worden. Die voor je, jongen. Waar gaan jullie naartoe? Wait, the Lord breaks in. How you gonna call?